Hoi allemaal, vandaag dit leuke basisarmbandje die je gemakkelijk maakt met je mini-loom, je vingers, je monstertail en natuurlijk de Rainbow Loom. En daar ga ik hem op maken. Dan gaan we nu beginnen. De pijlen wijzen van je af. En we beginnen hier bij de rode pijl. Ik gebruik vandaag de kleur oranje, donker, geel, waarschijnlijk in de kamer. Het eerste elastiekje plaatsen we van dit pinnetje naar dit pinnetje. De tweede plaatsen we van dit pinnetje naar dit pinnetje. Dus zo. De derde plaatsen we van dit pinnetje naar dat pinnetje. Dus zo. En dat doe je steeds. Dus nou plaats je hem weer. Zo. En dan ga je hem weer. Zo plaatsen. Pak je weer een elastiekje. En die plaats je weer. Zo. Zo ga je steeds door. Dus ik ga even een sprongetje maken. Ik ben alweer hier. En dit zijn de laatste paar elastiekjes. Deze moet die kant heen. Die moet weer die kant heen. Moet die weer die kant heen. En deze moet weer die kant heen. Oh. Ja. Die kant heen. En dan ja, het laatste elastiekje. Die moet dan weer die kant heen. Nou gaan we haken. Dus je plaatst een kipband van twee ringetjes. Dit doe ik met maatnaald. Dus je maakt een kipband van twee ringetjes. En dan pak ik weer mijn loombord erbij. Ga ik naar het einde. En dan trek ik het een beetje wijder. En dan zet ik hem erop. Hier zo beginnen. Ja. Zo zie je ook beter. Ja. Nou ga je in de kipband van twee ringetjes, duw je het naar achter en dan pak je het elastiekje en die haak je naar waar die vandaan komt. Dat doe je ook bij de andere. Dan ga je in de druppelvorm, dan pak je het elastiekje op en dan haak je die naar waar die vandaan komt. Dat doe je steeds. Dus je gaat weer in de druppelvorm. Pak dit elastiekje. Je haakt die naar waar die vandaan komt. Weer in de druppelvorm. Pak je het elastiekje. En haakt hem waar die vandaan komt. In de druppelvorm. Pak het elastiekje. En je haakt hem waar die vandaan komt. In de druppelvorm. Pak het elastiekje. Je haakt hem waar die vandaan komt. Ik ga weer een sprongetje maken. Dan ben ik zo bij jullie terug als ik bijna klaar ben. Ik ben alweer bijna klaar. Haak deze. Die kant heen. Ga ik weer in de druppelvorm. Pak ik het elastiekje. En die haak ik naar waar die vandaan komt. Weer in de druppelvorm. Pak het elastiekje. En haak hem naar waar die vandaan komt. In de druppelvorm. Pak ik het elastiekje. En ik haak hem naar waar hij vandaan komt. In de druppelvorm. Pak het elastiekje. En ik haak hem naar waar hij vandaan komt. En pak een S-clip erbij. Ik ga even kijken waar ik de S-clipjes heb. Ik heb een S-clip. Pak je haaknaald. Trek.
je de twee elastiekjes wat wijder. En dan zet je de S-clip erop. En dan trek je er voorzichtig van af. Dus je trekt je armband er voorzichtig van af. Ja, en bij de laatste. Bij de laatste, misschien is hij wel iets te groot voor jou. Misschien wel iets te klein. Dat kan. Dan maak je gewoon bij. En bij de laatste zet je de S-clip erop. Nu ben je klaar. Dit zijn de armbanden. Deze heb ik vandaag gemaakt. En die heeft mijn neefje van 3 gisteren voor me gemaakt.